Hallo allemaal, ik ben Natasha. En zoals ik jullie misschien al weten, gaan we heel veel verhalen doen over de nieuwe aarde. Die aan het aanbreken is op deze aarde. Dus heel veel veranderingen, heel veel transformatieprocessen die in gang zijn. Ik heb gisteravond even genoteerd wat de nieuwe aarde voor mij is. Voor mij zie, als ik denk aan een nieuwe aarde die aan het opkomen is voor ons allemaal. Ik zal even voorlezen wat ik genoteerd heb. Dus iedereen ziet elkaar als een gelijke. Er is veel liefde en respect voor iedereen. Voor de natuur en de dieren wordt er goed gezorgd. We hebben allemaal een duidelijk contact met onze gidsen, met de engelen en met onze hogere zelf. De natuur herstelt zich en wordt door ons weer vereerd. Er is geen lijden meer, geen verdriet meer, geen angst meer, geen ziektes. Alles van lijden verdwijnt. Dus dat is even een korte samenvatting hoe ik de nieuwe aarde zie, wat ik graag zou willen in een nieuwe aarde voor ons allemaal. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Of wat jullie bij de nieuwe aarde zien. Wat jullie nog willen bijvullen aan de samenvatting die ik net heb voorgelezen aan jullie. Dus dat mogen jullie altijd wel laten weten. Dat vind ik altijd interessant om te horen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. En heel veel liefs van mij.